cacao met van boven. En bij cacao denk ik aan truffels. En die gaan we maken. En truffels maken we inderdaad met cacao aan de buitenkant. Maar de binnenkant moet natuurlijk ook gemaakt worden. En die maak ik met room. En die room die ga ik op smaak brengen. En ik heb gekozen voor Lapsang Souchong thee. Dat is een moeilijk woord voor gerookte thee. En het leuke daaraan is, vind ik, dat gerookte thee heeft een beetje dat bittertje wat pure chocola ook heeft. Dat herken je wel weer terug. En ik heb aan Maria gevraagd welke cacao daar lekker bij is. En daar heeft zij deze cacao bij uitgezocht. Dus we maken hele mooie lichte truffels. Pannetje op het vuur. Die is lekker warm aan het worden. Daar voeg ik gewoon de room aan toe. Ik gebruik hier gelijke hoeveelheden. 125 milliliter room. 125 gram crème fraîche. Dat laat ik even lekker wegsmelten. Ondertussen, in een ander pannetje, ga ik mijn chocola smelten. En chocola smelten doen we altijd au bain-marie. En dat is een laagje water in de pan. Daar gaat een schaal op en die raakt het water niet. Ik heb 250 gram pure chocola. En zodra ik zie dat de chocola ongeveer halverwege gesmolten is, dat gaat vrij snel, dan zet ik gewoon het vuur ook uit en dan smelt het gewoon verder. Die room is al mooi warm, hij zit al goed tegen de kook aan. En dan gooi ik er mijn thee bij. Grote bladeren, die kun je er straks ook makkelijker uitzeven. Nou, als het bijna kookt, dan zet ik het vuur uit. Ga ik er wat klontjes boter in doen. Ongeveer 65 gram. Boter geeft nog die volle, romige smaken. En dat stijft ook heel mooi op. Kijk, chocola is heel mooi vloeibaar geworden. En de room heeft ook mooi getrokken met de boter en de thee. Maar die thee die moet er natuurlijk uit, want dat eet natuurlijk niet lekker. Dus dat ga ik even zeven. Ik kan ook Earl Grey thee erin doen. Of mooie blaadjes groene thee. Is ook heel lekker met chocola. Truffels maken, daar is echt helemaal niks aan. En omdat chocola wordt stijf als het koud wordt. En ook de boter wordt stijf, maar het wordt niet zo hard als een echte reep, omdat die room er doorheen zit, snap je? Dat heet een ganache. Je zou ook nog kunnen denken aan een beetje drank toevoegen, hè? Dat zou ook nog kunnen. Een likeurtje bijvoorbeeld. Ik doe het in een beetje een diep bakje, want ik ga daar straks echt van die truffeltjes uitrollen. Het is echt heel grappig. Gerookte thee werkt ongelooflijk goed met pure chocola. Kijk, mijn vulling voor de truffeltjes is heel mooi hard geworden. Ik zal even het plasticje eraf halen. Mooi hard. Dan ga ik er bolletjes uitschrapen. Hele mooie. Kijk, je kan het goed zien. Het is perfect geworden. Zie je dat? Echt lekker. Ik vind het leuk om een beetje van die rustieke tjoefjes te doen. Die ga je gewoon in de cacao laten vallen. Niet te veel tegelijk, een stuk of 3, 4. Zo. Kijk, dit zijn mijn truffels. Die zijn toch niet normaal? Een beetje afkloppen. Nou, zien die toch heel ambachtelijk uit. Je moet ze niet te lang in je handen houden, want het smelt natuurlijk. Je bewaart deze truffeltjes dan ook altijd in de koelkast tot het moment van opdienen. Kijk. Wauw, dit is echt een hele dikkerd. Maak ze niet te groot, hè? Ze moeten ook in uw mond passen. Tenzij u een hele grote mond heeft natuurlijk. Mooie kleur, hè?